Wil het een beetje geduld, alstublieft. Een beetje geduld, heb ik gezegd. De lift hangt boven ergens vast. En pan, déjà. Help, non, stop. Allez, allez, allez. Iedereen kijkt uit zijn ogen, iedereen fait attention. Alleen die van mij natuurlijk weer niet. Met hun gebabbel en hun platvoeten. Geslaagd, nietwaar? Geslaagd, die verbouwing. Ja, ja. Oh, en twee liften ze. Aha. Ja. En dan alle twee en pan, déjà. Ah, kinderziekte zeker. Goede vakantie gaat allemaal. Oh ja. Ja, dat kloppen zal niet veel helpen, hè, Jean? Dat is geen voordeur van een huis, nietwaar? Dat is een mechanisme, een monster, zonder ziel. Met radertjes en contactjes, olie en smeer, kabels en stroom. Hm? Heb je al eens gezien wat er allemaal boven je hoofd hangt? Jean, als er naar boven is, zien de deur echt geblokkeerd. Ja, maar ik heb dat ooit eens geweten, hè. Tussen het derde en het vierde. Een vent van het zesde, zeg. Lift geblokkeerd om een stukje te kunnen vrijen. Ben je van tachtig? Ja, je hebt er toen nog een lieken op gemaakt, Jean. De ballade van de liftkussen. Ja. Staat er, mijn god. Die van het zesde. Ja. En zij staat er ook, die van thuis. Meneer de Pester. Meneer Clarisse. Ik had u niet direct herkend. En weet jij nog hoe dat je Sandra's mij zei komen vragen hoe dat ik dat geflikt had om die lift te kunnen doen blokkeren? Ja, van liften kunnen niet genoeg afwijten, hè, meneer Clarisse. Mag ik misschien mijn vrouw voorstellen? Ah, precies. We zijn er dan toch mee getrouwd? Oh. Betrapt in de lift. Dat was het liedje dat eronder deed. De mens zou trouwen voor de schande, de Pester. Ik moet wel zeggen, Jean heeft me voor één keer lastig gevallen. Maar toen heb ik hem geblokkeerd. Directeur, ik denk zo dus, zo naar die planten en dan naar die mensen daar. Kun je het riskeren? Van hier, trap niet op een man, hè? Dat is precies wat dat is. Mannen staan op die eerste raar. Ze zijn vruchtbaar voor hun eerste dag, hè? Ik hoop dat de lift geblokkeerd is. Ja, begint al goed, hè? Die van het zesde zal er toch niet in zitten, zeker met die van het achtste, hè? Tussen de derde en het vierde. Oh, meneer Clarisse staat daar. En Jean de Pisser ook. En een andere liftkusser ken ik niet. Dus als het deze keer echt geblokkeerd zijn, zeker. Fanny, dat zal niet veel helpen, hè? Je kunt nooit weten, directeur. Een tram komt ook niet rapper af als je val te verder op het tram, oorstjes tot de bonken, hè? Ja. De trap, man. Hè. Allee, ja. Dat is wel beste. Nou, nou, nou. Nee, die is nog niet af. De koker staat er, maar er is nog geen trap in. Dan maar een helikopter met een katrol en een kabel. Ah, oh, nee, nee, Gilbert. Ik heb mijn wagenwicht aan geen kabel. Ja. Oh, ga, jongen. Ja, maar zeg, hey, ik zeg ik dan even te lachen. Zijn nog maar. Allee, vooral. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Ah, zie, de klok met de kiekers. Kiekers, ja. Maar pikken, pikken, pikken. Op mekaar. Pikken, pikken, pikken. Scheelt er iets per se? Prijs. Ja, natuurlijk. Bij mijn man natuurlijk. Dan mag je eens naar dat pad. Ja, maar hij is veel kleiner. Ja. Allee, wat is dat nou? Wat is dat? Ja. Voilà, monsieur. Je krijgt wat je om gevraagd. Dus gaat het lang duren als ik u vragen mag? Rijden we naar Verrasten Over? Verrasten Over, je denkt toch niet dat ze daarboven kunnen horen, hè? Ik denk zeker dat hij in een science fiction film zit. De nobe planeet, hè, jongen. Ja. Niet panikeren, pour faire le nécessaire. Pas de paniek, we doen het nu het zogelijke. Al wat dan wij zeggen, daar kunnen ze horen. Ja. Zie je nu wel? Ja. Ja. Wel duurt dat nog lang? Dat kunnen we nu niet weten, meneer Verrasten Over. Dat kan rap gewoon, maar dat kan nu nog een tandje deuren. Oh, dat is hier in een bureau, dat is een Watergate. Ja. Ja. Het is dat ik niet lang op mijn benen kan blijven staan, hè. Oh, nog altijd die... Ja, dat deed is weg geweest, maar dat is nou teruggekomen, ze. In uw benen? Ja, dan is hier en dan is daar, hè, meneer per se. Maar kunnen we dan hier niet in stikken? Ja. Ja. Kunnen we dan hier niet in stikken? Je hebt nog vier enige minuten. Oh. Grijpt in of laat het je allemaal koud? Spreekt des gebeurd verrasten over, dat mag kunnen verstoen. Beotier? Ja, dat is wel een wat is dat je doen? Beotier? Dat betekent je een dikke stoomkleur. Nee, zo bedoelde ik het niet. Je doet niet. Ik baas dat het nog uren kan duren voordat ik weet wat uur zoek is. En hoe langer dat duurt, hoe groter de risico's. Juist. De cisterne is een te blokkeren. En dan liggen ze met hun patatten in de kelder. Ja, zeg maar hoe hoorde je dat dan, mama? Goed, hè?
Hoe? Schoenen uittrekken? Dat ze met ons foto op spelen zijn. Ah ja. Communication de service, dienstmededeling. De lift is overbelast. Hoeveel personen zitten erin? 25. De terrorist zit er ook in. Ja. Het is niet waar, meneer de mechanicia. We zijn met... 9. 9. Met 9. 9. Ja, Charo. Huh? Ik paas op wel dat je rukselt in zitten, Betty. Dat is dan toch 10, hè, meneer 10 pond? Ja, 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 10. Maar met gewicht van een pracht, hè. Aan het zwaar wegen ze niet, hè. Allee, de meeste toch niet, bedoel ik. Zeg, meneer daarboven. Beneden. Wat? Maar ja, die heren zitten in hun centraal en die is in de kelder. Ja, maar dat... Ja, ja, ze klinken daar, maar ze zitten daar. Ja. Zeg, heren van de techniek. Ja, 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 daar zitten ze, maar uw stem vertrekt daar. Ruus Bacon. Ja. Heren van de techniek, we zitten er inderdaad met 10 in. Maar van die 10 zijn er ten eerste 3 mussen van damesbaar. Ja, ja, ja. Pluimgewichten, hè. Die tellen maar voor 2, hè. En ten tweede ben ik ook maar een muske, hè. Doks, zit daar een ruk mee? Ja. Ja, ja, die zit erin. Mag dat niet? Dat is erg aan te veel, 10 tonner. Nee, nee, het is ook maar dat er met de F-directeur. Ah, je weet het. We gaan hem op zijn gemak naar beneden loten. En toen zal de surplus docks er moeten uitstappen. Dat trekt hem naar binnen. Zal ik me bij met een opoffer? Het is zonder schuld dat wij zo'n smale jongen zaten. Ga me voor alle plezier te doen, zou ik zelfs niet mogen eten ook niet, man. Maar kijk, ik niet veel, maar het komt er zo aan. Naard van de beest, ja. Dat is zeker, dat is je bij. Nee, kom. En wat zal het zijn voor u? Democratisch pintje om te beginnen, hè. Zijn dan net. Laat me door, alsjeblieft. Laat me door. Wat? De toiletten mogen niet gebruikt worden voor 12 uur. Ja, maar wat is dat nu weer? Geen water in de bazen. En op 6e? Ook niet. En op 4e? Nergens, verrasten over. Alle bazen leeg. Officieel leeg. En waar moet een mens dan... Wel, ik denk over de grens van la région bruxelloise. Faciliteiten laten inschrijven, verrasten over. Toiletten na de loketten-kwestie. Nu ook nog een toiletten-kwestie. Peage, dat zullen we invoeren. Betalen zullen ze om hier. Ik ben mijn keuken kwijt. Ze hebben mijn deur door dicht gemetseld, zeg. Op het 4e, madame Rabel. Op het 4e? Op het 4e, ja. Bah. Dat is nog zo slecht dat ik hier op deze verdieping weg ben, hè. Ah, ja, kom, dan moet je nu ook zien. Wat is dat allemaal? Oei. Zeg, mannen, 1 minuut en dan een keer komen zien ze. Ja. Dat schijnt hier ver van klaar te zijn, uw directeur. Scherp gezien, per se. Had men ons niet kunnen verwittigen, enfin. Wel, heer, hoe lang gaat het hier nog duren, denkt je? Dat ik het niet weet, manneke. Dat zullen dan de baas moeten vragen. Wat zegt hem? Dat hij het niet weet, Paul. Ja, dus zet hem eruit. Ieder zijn een steen, bureau, manneke. Zeg eens, meneer is hier directeur, hè? Ja, zo ziet hij niet uit. Zeg, luister eens, kameraad. Zeg, hoor ik u nog. Als die 10 tonners van mijn kabel wil stappen. Ja, maar wat is er? Nee, het is op mij dat het met heeft, directeur. Huh? Dat is nou een tweede keer vandaag, jongen, dat je met een baan omgaat. Ja. Je mocht hem hebben. Ja, excuseer. Ja, jongens. Dat gaat niet. Oh, nee, dat zal voor u zijn. Ah, man. Dat soort dingen heb ik nu altijd voor, zie. Maar hij is getrouwd, hè, zie je dat niet? Dat soort van tegenslag heb ik altijd voor. Heb je dan niemand gevonden in Oostenrijk? Nee. Jij in Hofstaden? Ja. Ene met een groot onderscheiding. Oh la la. Houtbewerking. Oh, toch? Maar hij gaat doppen. Oh, tegenslag. Tegenwoordig vallen gemakkelijker op iemand die dopt dan op iemand die werkt. Als je daar moet naar zien. Nog nooit iemand zijn werk gevind? Ja, maar nog nooit niet terwijl dat op slopt. Mannetje, we willen wel alleen maar weten hoe lang dat dan nog zal duren, hè? Ja, maar dat mogen we toch wel weten, hè? Kom, jongen, meneer heeft het niet voor u, kom. Ja, maar heb ik hier dan niet aangewezen? Je moet van zijn laag blijven, kom. Het is goed waardig, jongens. Mannen. Heren. Dames, wil ik zeggen. Iets op tegen, Baske? Nee, madame, helemaal niet. Als het werk maar goed gedaan is, hè. Aan u moet ik zeker ook niet vragen hoe lang dat je hier nog op bezig bent. Nee, aan de baas vragen. En waar hangt hij nergens uit? Oh, dat zou we niet kunnen zeggen. Zijn telefoonnummer misschien? Oh, in een telefoonboek zeker, hè? Zo, is dat dan mogelijk? Waar staat hier, man? Ik zie het. Deuren werken tot 2 uur, niet langer. En dan dat Tristan al de gang als kinderen, oké? Zal hij wel komen ophalen? Zeg maar,
Is je misschien een baas? De bazin van die ververs? Mm-hmm. Iets op tegen? Nee, helemaal niet. Als het maar proper werk gedaan is, hè. Wanneer zal het af zijn? Wie zal er gaan? Zeg eens, meneer is directeur hier, hè? Als de verf droog is. Weet het nu? Ja, maar directeur, ik moet wel zeggen, het is wel verf die heel rap droogt, hè. Ja. Wat zou ze, jongen? Wat ging al vol? Is hij? Nou, dat is hè. Hoe kan ik dat gedaan hebben? Terpentaan, jongen. Ja. Een beetje terpentaan. Mannekes, ik ga onmiddellijk naar een directeur-generaal, hè. Ik kan hem zeggen dat we allemaal naar huis gaan, hè. En voor een week, hè. Ach, niet alsjeblieft. Zie ons hier nu eens zitten. Ja, het is goed. Schamend. Ja, ik heb mijn best gedaan, Filemon. Maar de directeur-generaal wil er niet van weten. Werken, zegt hem. Ik zeg tegen hem, de muren zijn nog niet droog. Weet je wat hem antwoordt? Het is toch niet op de muren dat je moet schraven, zegt hem. Daar heeft hij nog gelijk in ook, hè? Oh. Zijn er nu manieren om een 10 tonnen ons in het hoofd van een dag uit café laten midden in ons gesprek. Kom. Maar ik vind toch schoon, Jean, dat jij alles betaald hebt. Dus dat was ik aan u verschuldigd, hè, Vanny? Moet ik soms geweld gebruiken? Ons zet ik je 14 dagen bijhouden om ons eens rustig met vakantie te laten gaan. En een gehandicapt kind, hè, Jean, je mocht dat niet onderschatten, hè? Hij zag er zo gelukkig uit, hè. Hij heeft nogthans veel slagen. Heer, als die bleef. Is nu waar je zo verbeugd. Het is toch opvallend, hè, Gilbertse. Ik heb dat nu eens gedaan voor ons José. Maar eigenlijk nog het meeste voor ons Aliske. Hè. Komt, dat kind dat leeft nu al 10 jaar samen met een broertje dat Mongoolse is. Hè. Dat ziet dat zorgt daarvoor, dat speelt er. Komt, dat heeft dus geen moment het leven van een ander kind. Hè. En daarom dacht ik, zeg, ik ga haar een keer verlossen daarvan. Er vrij haar gangen laten. Zo gelijk een echt kind. Hè. Ik zeg, ik ga een plaats zoeken voor Reddeke. Zo'n plaats. Alleen een bergplaats. Ja. En wat gebeurt er? We zijn nog geen 2 dagen in het Zwarte Woud. Ja. Weet je wat dat is gezegd? Dat ze toch een betere vakantie zou gehad hebben als Reddeke erbij was geweest. Dat ze Reddeke liever niet alleen had achtergelaten. Zit dat dan? Dat ik nu mee in de lucht sta, hè. Die dranklucht. Hier zie je, voor de gangwachten. Alleen maar op de 4e verdieping. En hier zie je, ingerichte cafetaria, met keuken en al. Voilà. Ja, dat komt maar toe, hè, Bacon. Ja, alleen maar op de 4e verdieping. Oh, tja, dan moet ik nou eens direct vertellen van naar monsieur van Durmse. Je bent wel de grote type in de rue d'Arlon, hè? Ja, die ken ik, ja. Eentalig Frans, die van Durmen. Ja, maar die komt veel op restaurant, hè, waar dat mijn Jean-Pierre maître d'hôtel is, hè. Ja. En daarom gaan we wat familiairder om dan met de andere directeurs, hè. Ja, belle ma chère. Dat zitten we altijd als we elkaar er tegenkomen, hè. Belle ma chère, dat komt Claire. Het is het enige dat hem kent in Vlaams. Ja, waar is hier de telefoon? Maar nou zal ik straks nog wel wat weten vertellen, ze net tegen mijn Adelbert als ik thuis kom. Adelbert. Oh, nerveus me niet per se. Niet meer dan gij, jongen. Zaag dat je zijt. Zaag? Zaag, ja. Allee, hoe hoorde dat nou? Altijd 10 keer hetzelfde verhaal vertellen tegen Jan en Alleman. Wanneer zult je nu eens leren te herinneren wat je vroeger al verteld hebt, dat hem niet 10 keer dezelfde litanie moeten horen? En als er nog interessant was wat je rondbazaamt, zou een mens niet mogen nerveus worden, zie. Stel je dat per se? Ik ben al van deze morgen ongeneetbaar. Heb je gezongen dat? Nee. Angel? Is ze kwaad op u? Ze spreekt van echtscheiding. Oh. Maar als het dat is, meneer Percé, dan kan ik u begrijpen, meneer Percé, dat... Ik excuseer het me, meneer Percé. Oh, la 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 la. Ja. Zeg. Ja. Is dat op 5 dan ook zo chic, Wacon? Ja. 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 Maar eens zien. Ja. Kom, Jean. Monsieur Van Durm, ici c'est Belle, hè? Belle, du mari Jean-Pierre du Grandier. Comment vous ne vous? Oh, mais monsieur Van Durm. Belle ma chère, dat komt klaar. mon probleem, eh bien oui, je voudrais être nommé par vous, messe madame. Non. Basine de cantine, Courtisan. Hein?
courtisan de cantine. Courtisan de cantine. Voilà. Oui, je voudrais être nommé par vous courtisan de cantine. Maar nee, je ne suis pas folle. Wat heeft meneer Van Durme gezegd? Dat dat Louis XIV niet is. Ah, courtisant is misschien toch een beetje een te zware stil op mijn leeftijd. Dat is toch om te lachen zeker, hè? Nee, zo, de zuivere werkelijkheid. Meneer Tienpontier heeft dat geregeld met zijn vriend, de directeur-generaal. Mens onwaardig. De bureaucratie op een gat. Ja. En zo komt het, zo verplicht de staat ons onze zuurverdiende lonen te gaan verdrinken in de afspanning omdat onze burelen nog niet af zijn. Zodat wij in kennelijke toestand huiswaarts moeten keren. En daar in woede ontstoken... In blinde. Wat? In blinde woede ontstoken onze vrouw en kinderen onvrijwillige slagen en verwondingen moeten toebrengen. En wie is dan verantwoordelijk voor ons wangedrag? Directeur, wie? Gij zelf. Ik vind toch, directeur, dat een mens af en toe wel eens nuchter mag zijn. Ja, dat is altijd goed voor de gezondheid. Hè? Ja, maar dat mag niet te dikwijls gebeuren, want je gebruikt er gemakkelijk aan verslaafd. Dat is zeker. En je weet zelf hoe vervelend dat is om als nuchtere mens tussen een hoop zatterikken te komen. Ja, hè? Het draagt vooral dat het niveauverschil in de gesprekken. En dat die knullen altijd op uw rug staan. Nee. Allee, alsjeblieft. Ja, en nat spreken zo. Ja. Nuchterlingen besprenkelen, dat doen ze. Zeg, mannetjes, niet met mij. Hè. Ik wil op mijn eerste dag niet al te gestreng zijn, maar... Mijn maat is vol, hè. Trek al een plan, ik ben weg. Directeur, ja. Quand dites-vous, messieurs? Oh, voilà. Oh, jongens. Ik heb mij gerenseigneerd, directeur. Volgens de plannen was deze verdieping voorzien voor de directeur-generaal. Ah, oh, dat is rond de zinghoek, hè? Ja, maar die wil niet nog hier komen. Die blijft op 9e. Oh, ja? Ja, de 9e verdieping is de enige verdieping waar een tv-aansluiting is. Van de antenne op het dak en waar hij de Tour de France kan volgen op zijn portatief. De Ronde van Frankrijk. Ja, en de enige verdieping waar een accommodatie is voor de ascenseur. Van de garage direct naar het 9e en terug, zonder dat iemand van de andere verdiepingen hem kan tegenhalen. Meneer wil de lift voor hem al hier. Ja, van in zijn decapotabel tot in zijn bureau. En daarom staat dat hier leeg. Ja, maar niet verlang ze naar balkon. Voilà. Wat denkt de mannen? Neem het in beslag? Ja, wat mij betreft met graag. Als meneer directeur die beslissing durft nemen... Ja, meer het enige wat kan gebeuren, dat is dat ze ons weer uitsmijten. Ja. En dat zal nog niet te lang duren. De Tienpont. Merci, nou wie we daar hebben, dag vriend Gassels. Dat is vriendelijk dat jij ons eens een bezoek komt brengen. Ja. En zo rap, hè, mannen? Ja, zeker. Net op tijd, hè? Ja, zeker. Allee, mannetjes, allemaal plaatsen innemen en direct aan het werk allemaal, hè? Nee, mannetjes. Geen plaatsen innemen en niet aan het werk. Je hebt gehoord wat onze directeur gezegd heeft, hè? Toelating van de directeur-generaal? Ja, zeker. Toelating, zeg. Mag ik ze zien? Zing? Die nota. Een nota, vriend Gijsels, heb ik daarvan niet. Ah, nee? Nee, omdat... Pardon. Omdat ik die zaak mondeling met een directeur-generaal heb geregeld. Tjentje. Ja, ik zeg tegen hem, ik zeg, Karel, het vierde stond leeg, weet je dat? Nee, zei hem, is dat waar? Ik zeg, ja, kom maar zing, belangen is het hem. Ik geloof op uw woord. En ik herhaal ze nog eens consuus, ja, dat vierde, dat staat hier helemaal leeg, hè. Valt hem erin in je zout? Zei hem, allee, wat stond er dan nog te doen? Mocht dan dat je erin zit, gelijk de wind? Mocht zich bekend kwaad, hè? Ja. Dat is uw verhaal. Vraag het aan hem. Dat heb ik gedaan. Ah, en wat zei hij? Ik zeg tegen hem, directeur-generaal, zeg ik, de vierde verdieping staat leeg. Ja, maar nou niet meer, hè? Een half jaar geleden nog wel. Ja, zegt hij, dat weet ik. Ja, omdat ik het hem gezegd heb, hè? Gijs, zegt hem, gij bent de eerste die daarover spreekt. Maar mijn principes kennende, ik hou niet van mondelinge afspraken. Allee, zeg. En tegen mij zegt hij... Stel het op nota, zegt hij. Oh, ja, dat heeft hij tegen mij ook gezegd. Stel het op nota. Maar in afwachting kun je er al op afzetten. Die geloofde me niet. Mm-hmm. 5 minuten geleden wist je niet eens dat hier een verdieping was. Oh, kom, meneer Gaassel, alstublieft. Mijn nota 10 pond wordt aan de directeur-generaal overhandigd met de binnenpost van 11:45. En die valt nu op zijn bureau. Gaassels,
Mm-hmm. Daar staat de deur, hè. Nee. U kunt gaan. Ik blijf hier. Zeg, wie gaat dat winnen? Gij zal staan voor, op punt. Wat zeg je van een bode? Dat je niks af weet van de lokale? Excuse. En van alle gekonkelfoes achter mijn rug? Maar excuse. Van zo in naar front te laten vallen. Excuse. Oh, die en alles weet. Ja, ik heb me laten verrassen een moment, maar ik heb mijn revanche genomen. Voilà. Wat is dat? De nota van Gijsels. Oeh, onderschept. Dus een directeur-generaal? Noppes. Kom eens, wat? Ja, nou, ik heb zo'n ten tijdelijke titel onderschept. Oh, kom, is dat een meugelijk? Bacon, doet hij daartoe? Doet hij daartoe? Bacon, zo'n officiële nota, zoiets onderschept het toch zomaar niet, hè? Nee, maar ze kan ook par hasard uit de classeur zijn gevallen. Dat heb ik al meer weten gebeuren, ja, hè? Ja, en dan ligt dat daar en ik raap dat op en ik vraag aan u, directeur, wat ik daarmee moet doen. Maar enfin, Bacon, zo'n directeursnota, dat moet natuurlijk terug de officiële weg op, hè? Wat ook kan gebeuren, hè, is dat ik ze per ongeluk in mijn koffendras laat vallen, hè? Voilà. Een officiële nota? Ik zeg toch per ongeluk, hè? Voilà, maar Abel, zo'n directeursnota, dat is dan geen servietje wat je een sandwich in draait, hè? Dat is een officieel gedoe, hè? Daar ga je zelfs zitten op zweten, hè? En ze hebben al erg werk van gemocht met al die belachelijke argumenten. Zou de ze maar in uw koffendras smijten? Niet smijten, hè? Per ongeluk laten vallen. Ja, ik dan zeker wist dat zoiets per ongeluk zou gebeurd zijn. Ja, 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 ja. En op het ogenblik is mijn koffendras meer nat als droog, hè? Ja, helemaal nat en vol vuile bruine vlekken. Ja, ja, ja. Onleesbaar, hè? Zoiets brengt er niet meer terug in de circulatie. Nee, ja, nee. Ik moet zeggen, het is natuurlijk het schoonste appartement van heel de building, hè. Ja. Oh, hij is helemaal niks vergaasels, hè. Met zijn directie van twee keren niks. En hier heb ik een loge, enfin, een bureau. Ja, ja. En niet een kantine, hè. Voilà. Nee, mannetjes, nee, geef die... Allee, waar is nou die nota van... Wat? Allee, dus is lag die hier nog. Ik dus... Oh, formidabel, hoe rap dat zoiets kan verloren. Zeg toch, sper toch. Zit toch. Ah, loop jij hier nog altijd rond? Ja, ga je ook? Zouden wij het op prijs stellen indien het vierde verdiep... Ping. Wat? Verdieping. Indien de vierde verdieping aan onze directie... Maar je weet toch dat de aanvraag van Gijsels al bij de directeur-generaal is, hè? Mireille. De directeur-generaal is mijn vriend, hè. Mm. En met de binnenpost van 2:15 ligt mijn nota ook op zijn bureau, hè. Morgen. Morgen. Wel, hoe vinden jullie het? De tweede dag in jullie nieuwe paradijs. Geen klachten over? Wel, dan stel ik voor dat we om 11:00 even pauzeren en dat we eens lekker drinken. Hm? Ik heb de koelkast laten vullen. Goedendag, heren. Goedendag. En dames. En dames. De beek, geloof ik, hè. Of wel al een beetje... geïnstalleerd, Gijsels? Je komt op vriendenbezoek, ja. Ah, ja, ja. En kan iedereen het hier al zo'n beetje gehoor, ja? Ja, dat gaat. Helemaal. Ja. Ik hoop het. Nog altijd geen meubels op het vijfde? Nog geen stoel, jongen. Mm, dat is onverantwoord. Oh, nee, dat is een ramp. Ik zou het zelfs een schandaal durven noemen. Oh, ik beklaag de directie die op het vijfde gaat moeten huizen. Hè. Ja. Dan is dat hier nogal wat anders, hè, mannen? Ja, ik heb die keer zelfs een eigen lokaal voor mijn klassement. Hela, wat is dat allemaal? Zeg eens, Gijsels. Wil me dat toch niet zeggen dat je niet op de hoogte zet, hè? Pardon? Ja, ik moet toegeven, ik vind het heel erg voor u, hoor. Wat? Dat je op het vijfde moet. Luister eens, Tienpont. Ik ben een langmoedig mens, ik kan veel verdragen, maar het kan te lang duren, hè? Ja, we zitten dan met mijn voeten rond spelen of vindt het echt niet? £10.
Ik ben u en uw satellieten beu. Wees zo vriendelijk en verlaat deze kantoor. Dat zijn nou juist dezelfde woorden die ik had voorbereid. Gooien we ze eruit, mannen. Mireille, laat meneer Gijsels de officiële nota eens zien van directeur-generaal. Directeur? En mijn vriend Karel. En vloek nou maar eens goed, deur, Gijsels. En als je dan zo vriendelijk wilt zijn om de kantoren te verlaten, hè? Dat kan niet. Ja, het heeft mij ook een beetje verwonderd. Dat moet ik toegeven. Dat is een vervalsing. Ik, Gijsels, naar het vijfde. Ja, en ik, Tingpong, naar het vierde. Inpakken en wegwezen, dames en heren. Het is hier afgelopen. Gijsels. Sorry, excuseer. Sterk vol. Zal ik hier of daar? Ja, voorlopig. Straks wel zien hoe dat we het zo moeten verdelen, jongens. Meneer Gijsels. Ja, meneer Gijsels. Diepont. Dat is een Pyrrhus-overwinning. Een wat? Dat was een veldheer-directeur. Een oude generaal. Het is goed, verresten over, laat maar zitten. Ja, generaals hebben er niks mee te maken. Een directeur-generaal. Wat kan er misgelopen zijn? Ja! Maar ik laat het niet zo. Nee, ik ga dat laten onderzoeken. En dan, wie laatst lacht, best lacht. Telefoon van meneer Gijsels op de vijfde verdieping. Dat is Pyrrhus. Heren. Dankjewel. Tot de volgende gelegenheid. En die koffendres? Die is gisteravond op Boebellen ingegaan en afgevoerd. Prachtig. Heb maar van één ding spaart, bij kom. Als dat gij op het vijfde blijft, hè? Gij moet ervoor zorgen dat ik nog hier kom, directeur. Nee, ik? Ga. Of bij kom. Dan vraagt het toch af, hè, man? Betreffende die koffiedras. Het is goed. Nee, Marcus. Directeur, luister. Nee. Als je niet wilt luisteren. Ik luister, maar jij luistert niet naar mij. Ik luister wel. Ja, maar je hoort niet wat ik zeg. Is dat niet de klap van verstandige mensen? Maar ga je toch ook niet akkoord, hè? Maar ik mag ook mijn bezwaar niet uiteenzetten. En dat mag ik nu ook niet zeggen. Laten we eens er beginnen. Oh. Meneer Tienpont heeft eerst gezegd, ik wil daar zitten. Zo heeft hij dat gezegd. Ja, omdat daar een venster is en hier niet. Maar 10 minuten later zeg je, directeur, geef toe. Ik wil niet daar zitten, ik wil hier zitten. Maar natuurlijk, omdat ik toen ondervonden heb dat daar geen deur is, maar hier wel. En een raam. Ja, een deur en een raam. En ik leg mij daar gedienstig als ik ben bijna. Maar ik niet. Nee, natuurlijk niet meer, ga niet. Maar dat zit ik ook niet gewoon, hè. Om me bij iets neer te leggen, hè. Excuseer, per se, excuseer. Ik heb daar altijd gezeten en ik blijf daar zitten. Ik zit daar nu. Maar daar is geen raam. En hier wel. Ja, maar dat is toch veel te klein, Filemon? Dat is toch geen directeursbureau, een secretaressenbureau. Allee, kom, 9 vierkante meter. Daar dan, hè, 12 vierkante meter. Genoeg. Daar staat een aquarium en een frigo. Maar die kunt je toch laten verhuizen naar uw eigen kantoor? Ja, maar... Daar is geen deur. Oh, ja. Maar laat erin kappen, hè. Kappen. Oh, goed, dat kruid, hè, weer zijn. En dat hier, is dat geen deur? Zeg maar, is dat geen deur? Nee, dat is geen deur. Dat is een tussendurken. Een gat. Zijn er maar 100 keer per dag tussen deur lopen, dus tussen heel die bengde deur? Meneer Tienpont moet zijn eigen deur hebben. Ja, Filemon, meneer Tienpont moet zijn eigen deur hebben. En als ik dan nu ook eens wil? En wil je zien? Een deur in een venster, we hebben er nog meer. Maar 9 vierkante meter, Paul. En bovendien heb ik daar altijd gezeten. We mogen het hebben! Ah, eindelijk! Omdat jij daar altijd gezeten hebt, en omdat ik daar altijd gezeten heb, blijf ik daar zitten. Zou ik graag daar blijven zitten. Als het enigszins mogelijk is. Het zou prettig geweest zijn, als ik daar nog... Nee, ik beslis, heb ik gezegd. Van hier zit daar, omdat hij het moet doen. En jij, zo'n de beste, jij zit helemaal aan de overkant. Nee, ik heb altijd tegenover Van hier gezeten. Directeur, waarom moet ik nu van plaats verliezen? Wester, laat mij er toch buiten, wat trekt al een plan? Was er net al die discussies voor zo'n noenhoep? Futiliteiten!
Nee, jij blijft niet naast Van Hie. En waarom niet, verrasten? Omdat ik daar zit. Dat is erg dapper, verrasten. Omdat, Van Hie, ik de opdracht heb gekregen van hogerhand en speciaal op u te letten. Er zijn klachten over de manier waarop jij de mensen aan het loket behandelt. En mij werd opgedragen over te waken, hè. Te waken, hè, Van Hie, dat jij dat in de toekomst naar behoren doet. Ja, maar dat heb ik toch altijd gedaan, over hem gewaakt. Ook over u zijn klachten, hè. Hier zie een brief vol met klachten. Geachte heer, kan u die man met zijn geile blik, die achter de loketbediende zit, niet verplaatsen? Zodat hij mij niet met de ogen uitkleden kan, telkens ik aan het loket kom. En dat ik zijn schuine opmerkingen niet meer te horen krijg. Geile blik, schuine opmerkingen. Staat erbij, Jean? Ik zal het u lezen. Hij zegde, de geilaard... De geilaard, de begein. Wie is dat? Ik zal het dossier ook eens onder handen nemen. Hij zegde, Van Hie, laat er nog eens een handtekening zetten. Dan valt haar décolleté nog eens open. Haar décolleté? Dat heb ik nooit gezegd, haar décolleté. Ja, Jean, dat heb je wel gezegd. En ik heb dat gehoord. Ik heb haar trouwens nog een berisping gegeven. Ik heb gezegd, Jean, stel dan een keer voor dat de jage vrouw, allez, José, hè, ook aan zo'n kistje komt. Hè, en die zit daar ook zo'n tipje, die dat er met zijn ogen niet kan vanaf blaven. Hè. En allemaal schunnige dingen stijgen er. Zeg, dat ze zich deftig kleden, begot, dan kun je er niks van zien. Luister eens, hè, vrienden. Ik heb met veel zorg een plannetje gemaakt. Hè. Van hier, daar. Nee. En ik, daar. En Jomma en Jean, daar. Ja, en Jean helemaal tegen de muur. En jij bent hier. Ze zullen toch zeker wel niet op me afkomen, hè? Oh, ik ga niet weg uit deze bureau, hè? En zeker niet verpozen. Verrasten over hoe ik al... Ze kraken de deur niet op. Ja, toch nog hier gewoon die moderne gebouwen. Nee, jongen, alstublieft, alstublieft. Daar is het zelf oplossen, hè. Ik zit hier goed. Een schoon aquarium. Een goede zetel. Een frigo. Zie toch. Allee, waar zijn ze? Jongens, ze zullen toch zeker... Nee, dan moet je schoon luisteren. Dat zit hier, dat zit maar niet op zin. Dat zit maar niet op zin. Zit eens maar niet op zin. Ik heb goed nieuws, hè. Heel goed nieuws voor ons allemaal, hè. Ik ben benoemd. Ah, courtisan de kantine. Courtisan? Allee, is dat nou zo'n onmogelijkheid? Courtisan? Ja, dat heb ik allemaal toch zo ver gezegd, want die staat trots worden van tegenwoordig, die ken ik niet zo goed. Is dat nou om met te lachen? Ja? Een courtisan, madame Arabelle, dat is een dame van lichte zeden. Die hield zich bezig met amoureus sociaal werk aan het hof van de Franse koning. Ik had dat je moeten weten. Pakom! Oh, wacht, we zien het niet. Ja, maar dat moet ik even vragen. Hij moet zijn verantwoordelijkheid toch. Jij zegt dat allemaal. Ik heb dat gestudeerd, hè. Die is een zedeleer. Lichte zedeleer, hè. Niet kijken, directeur, niet kijken. Zit je nu goed, hè? Ja. En ze doen nog? Ja, maar ze kunnen er toch niet eeuwig blijven staan. Heb jij boterham en baten deze middag? Genoeg voor twee. Oh, dat is goed. Ja. Hoe is je jaren? Ik ben kom. Wat dat die nota van Gijsels betreft. Zie je? Gijsels.